We zijn hier in de proefkeuken van Koopmans in onze fabriek in Leeuwarden. Hier ontwikkelen en testen wij de producten zoals die in de supermarkt komen. Wij zijn als Koopmans continu bezig. Waar kunnen wij ons steentje bijdragen als het gaat om nieuwe verantwoorde producten? En dan is pannenkoeken en pizza volkoren een hele logische stap. We wilden een pannenkoekenmix ontwikkelen die verantwoord was, maar vooral ook erg lekker is. Nou, dan gaan wij aan de slag. We gaan kijken hoe we een optimale mix kunnen krijgen van volkoren tarwe, volkoren gerst, volkoren haver en boekweit. In onze testfase passen we steeds de percentages van de verschillende soorten meel aan. We zorgen ervoor dat we geen bloem gebruiken, zodat je het ook echt volkoren kunt noemen. Deze pannenkoeken bevatten 3 keer meer vezels dan onze originele pannenkoeken. En die vezels die zorgen er nou juist voor dat je in je darmen een gezondere darmflora ontwikkelt. En dan is het een kwestie van bakken en vergelijken. Waar we naar kijken is welke volkoren pannenkoek zit nou het dichtst qua eigenschappen bij onze originele pannenkoek. Bij de volkoren pizza, wat we gedaan hebben, is we hebben een zemel gebruikt die super fijn is, waardoor die wel zo gezond is, maar keurig mooi uitrolt en gelijk blijft aan pizzadeeg zoals we dat kennen. En dan is het pizza's bakken, doorsnijden, de structuur bekijken en natuurlijk proeven.